Hallo en welkom dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Kutleven. Naast mij zit Kelvin van de Kelvlog. Wij gaan vandaag weer een A&Q doen. Weet je een beetje wat het is? Jazeker, natuurlijk. Helemaal. Ik heb hem helemaal ingelezen. Okay. Ik zal het jullie even uitleggen, dames en heren. Hij bedenkt een antwoord en ik bedenk een vraag. Ja. Bam. Boom. Antwoord 1. 29 spieren. Wat is de vraag? Uit hoeveel spieren bestaat... Gio, is echt moeilijk. Oh, dat is echt moeilijk. Dat was 2 seconden, hè? Je had die derde seconde kunnen benutten. Oh, die seconde is nog niet om nu, toch? Nee, die gaat nu in. Uit hoeveel spieren bestaat Bas een vinger? Ik wees het aan, hè? Gewoon tong. Tip. Tong! Ja. Uit hoeveel spieren bestaat je tong? Oh, het moet ook echt kloppen. Nee, maar dit was het originele antwoord van de vraag. Okay. Het zou wel leuk zijn als het klopt. Oké, nee, maar dan weet ik dat. Weet je? Ik bedoel, je hebt de spelregels ook helemaal niet uitgelegd. Maar jij zei dat je dat wist. Nee, heb ik helemaal nooit gezegd. Oké, we gaan gewoon voor de herkansing. Vraag 1 is altijd een soort warming up. En dan komen we gewoon bij antwoord 2. Antwoord 2. Gemiddeld 20 stroopwafels per jaar. Wat is de vraag? Hoeveel stroopwafels eet Peter? Is Peter een gemiddelde Nederlander? Ja. Goed! Ja, zeker. Antwoord 3. Die zijn slimmer dan vrouwen met smalle heupen. Wat is de vraag? Mannen met dik... wow. Wat zijn vrouwen met dikke heupen? Ja, die zijn slimmer dan vrouwen met smalle heupen. Dat bedoel ik. Dat is echt onderzocht in een laboratorium. Maar het was ook goed dit. Het was goed. Ik heb het gewoon goed. Je hebt het gewoon goed. Weet je, ik doe het gewoon goed, maar net even niet binnen de tijd. Nee, maar je komt er wel langzaam zijn, beter dat in. Dat komt door zijn editing, want hij zet er stukjes tussen waarin ik niks zeg. Dus het lijkt alsof het zo'n 6 seconden, terwijl het 1 seconde is. Met krekelgeluid eronder. Het lijkt alsof hij heel lang niks zegt. Bijvoorbeeld dit stukje is ook geëdit, dat hij nu nadenkt. Kijk, let op. Helemaal niet. Het volgende antwoord. Vanaf 25 euro. Wat is de vraag? Wat kan de vraag zijn? Vanaf welk inkomen per dag is een mens gelukkig? Is dat zo? Nee, weet ik veel. Oké. Het is niet het antwoord bij deze. Het is niet Maar het was wel een... Het was wel een antwoord, ja. Maar ja, zo kan je het wel heel makkelijk. En dat is een keer binnen de tijd. Ja, wel binnen de tijd, ja. Maar het was de oorspronkelijke vraag... Mag ik nog een keer? Maar je wil nog een keer. En dan even serieus, zeg maar. Okay. Want nu doe ik gewoon om de tijd te halen. Alleen... Oké, maar ik geef wel een tip dan. Oké. Het heeft met China te maken. Vanaf 25 euro per dag. Wat is de vraag? Vanaf welk bedrag tijd is dit dramatisch. Vanaf welk bedrag mogen... En ze hebben geen eens euro in China. Nee, het is omgerekend. Oh, vanaf welk bedrag mogen kinderen werken in China? Nee, dat is niet goed. Dat is vanaf best veel. Vanaf welk bedrag kun je een vriend of vriendin huren? Ja. Wat? Ja, dat kan. Je kan dus gewoon... een mattie huren. Ja, voor een feestje of voor een verjaardag. Dus als je je kan echt een vriend huren. Als je gewoon heel eenzaam bent, je hebt niemand, kan je vanaf 25 euro per dag... Maar hoe weet jij dit? Snap je? Was je op een gegeven moment dusdanig eenzaam dat je dacht... Antwoord 5. Gemiddeld 9 jaar langer dan linkshandigen. Wat is de vraag? Hoe lang leven mensen rechterhandigen? Rechterhandigen. Het is wel goed. Hoeveel langer leven mensen die rechtshandig zijn? Ja. Het volgende antwoord is 1700 jaar. Wat is de vraag? Dit moet jij weten. Hoeveel jaren aan video's worden per dag geüpload? Nee. Per maand geüpload? Nee. Per jaar? Nee. What the? Per minuut? Nee. Per seconde? Nee. I don't fuck. Hoeveel tijd heb je nodig om op dit moment alle video's op YouTube te bekijken? Oh, 1700 jaar. Ja. Nou, dat is toch redelijk simpel. Ik wist het antwoord wel. Je zat wel... Ik draai deze hele show om. Hey, zo doe ik het gewoon. Fucking mindfuck is dit. Doe het gewoon. Loop. Weet dat ik het slecht doe. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vinden. Volgende antwoord is 4 maanden. Wat is de vraag? Als je 5 maanden zwanger bent, hoe lang duurt het nog voordat je kind krijgt? Dat vind ik heel goed. Ja toch? Ja, zeker. Ben je wel eens 5 maanden zwanger geweest? Nee. Ik ook niet. 2 maanden. Wat was nou echt? Als je een crush op iemand hebt, en het duurt 4 maanden, dan begint de officiële verliefdheid. Wie bepaalt dat?
Psychologen hebben dat onderzocht. Nou en? Nou en? Waarom moet ik luisteren naar psychologen? Dat hoeft helemaal niet. Je moest alleen maar een vraag verzinnen. Ja, dat was waar. Ik had ook een vraag verzonnen. Ja, dat was ook die goed. Ook nog klopte. Ja, dat klopt ook. Ik heb helemaal niks fout met deze vraag. Je floot gewoon door naar de volgende vraag. Volgende antwoord is dan de bouw van de Titanic. Wat is de vraag? Dan de bouw van de Titanic. Jouw antwoorden. Dan de bouw van de Titanic. Oké. Wow. En hij is heel makkelijk. Hij is heel makkelijk. Wat is minder sterk dan ik? Nee. Dat is niet een hele kloppende zin. Maak van de losse woorden een kloppende zin. Zet hem in de comments. Gewoon begraaf ze losse woorden bij elkaar. Spoelen wij even nee, terug. Maar, kijk, als je mij vraagt. Wat is sterker? Nee, dat klopt niet. Nee. Ja, maar dan de bouw van de Titanic is wel een officieel antwoord. Ja. Oké, maar laten we nog even nadenken. Oh, jij vraagt toch zoveel tijd? Nee, ik geef het op. Jezus, ik loop helemaal op. Brain fried, man. Shit. Geef maar. Zeg maar. Nou, de vraag, ik raak zelf ook in de war. Ja, maar ik word hier helemaal, ja. Maar je denk dat het zo makkelijk was. Ja, hij is ook heel makkelijk. Het gaat erom dat het maken van de film, dat duurde langer dan de bouw van de Titanic. Oh, kijk, en nou ga ik je uitleggen waarom ik het niet wist. Ik dacht, kijk, jij ziet bouw als werkwoord. Oh, jij dacht als... Maar ik dacht als bouw, weet je. Ja. Dus zo van, wat is minder sterk dan ik? De bouw van de Titanic. Dat dacht ik. Oh, oké. Okay. Nou, dan mag je je joker inzetten. Joker! Ik vond dat je het best goed deed. En het was ook vermakelijk. Het was amusant. Het was leuk om naar te kijken en te luisteren. Dat moeten mensen niet vergeten. Op het moment dat je video maakt, hoeven de antwoorden niet per se goed te zijn. Zolang de video maar leuk was. En volgens mij was dit een leuke video. Het was volgens mij ook een leuke video. En bedankt voor het kijken. En je kan ook abonneren. Dat kan hier in het midden. En, doe ik dat goed? Ja, weet ik niet. Waar, ja. En hier kan je nog een leuke video kijken. En hier kan je nog een video kijken die ik met EQ, die ik met Dylan Hagens heb opgenomen. Hallo Dylan. Heel leuk. Hoi Dylan op mijn buik. Mm. Ja, Dylan op je buik. Love it. Nou, bedankt voor het kijken en kijk ook even naar de Kelvlog. Ik denk dat iedereen die YouTube kijkt wel al geabonneerd is op één van de kanalen waar je iets mee te maken hebt. Dus waar die informatie nodig is. Denk je dat iemand van mijn kijkers jou niet kent? Zeker weten. Ja? Zeker weten. Oké, als je Kelvin niet kent, zet het even in de reacties. En ook waarom je hem niet kent. Oké. Je wil gewoon stoken nu. Ja, nee! Is uitlakken van, ja, ik vond hem lelijk. Nee, dat wil van ik niet. Van een aap. Maar no, no hate. Als je me niet kent. No hate, oké. Okay. Dankjewel voor het kijken, mensen. Shoutout naar Kutleven, hij is de beste YouTuber.